deze 1000 meter kort achter Erich. En dan Karin Kania. Een teleurstellende 500 meter met die vierde plaats, rijdend tegen Kuleshova, de Russin. En Kania moet het hier natuurlijk gaan maken. 5 keer in haar carrière was ze al wereldkampioen sprint. De laatste keer vorig jaar. Zij verdedigt dus hier in Saint-Foy haar titel. Ze zou een tijd moeten rijden die 18e seconde sneller is dan die van Blair. Om Blair in het klassement te passeren en daardoor dan de leiding in het klassement te nemen. 19.5 is de opening en dan is ze 1/10 van een seconde langzamer dan Blair na 200 meter. Maar het krachtmens Kania gaat heel goed door met die grote lange klappen. Is het toch een heel ander beeld dan we hebben gezien van Blair. Dit zijn de omstandigheden waarin de kracht van Kania natuurlijk zeer goed tot zijn recht komt. 600 meter tijd, 51.2, jawel, en dan is ze al 16e van een seconde sneller dan Bonnie Blair. Ze moet 18e seconde sneller zijn om Blair in het klassement te passeren. En dat zit er wel in, want deze krachtige slag brengt haar natuurlijk beter door die laatste ronde normaal gesproken dan bij Bonnie Blair het geval was. We kennen de snelste tijd van Erich, 1:26.27. En wat gaat Kania doen? De kracht blijft erin. Techniek is er niet meer, maar het is pure kracht op dat laatste stuk. En dat is natuurlijk het beste wat je kunt hebben. Kijk eens naar die tijd. 1:24.48. Ja, ja, daar wordt even een gaatje geslagen. Voortreffelijk gedaan van deze Kania, die daarmee...